Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Om kwart over één was een groot deel van Nederland bewolkt, maar in het noordoosten kon de zon nog wel door de wolken heen schijnen. In het zuiden viel er af en toe regen. In de loop van de avond trekt de regen langzaam naar het noorden en oosten en wordt het in het zuidwesten als het eerste weer droog. De temperaturen liggen halverwege de avond rond 16 naar 17 graden. Vannacht valt er vooral in het noorden en oosten nog wat regen. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog en daalt het kwik tot 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten stelt weinig voor. Morgen overdag is het grotendeels droog en er zijn een zonnige periode met de meeste zon in het westen. In het noordoosten en het oosten zijn er wat meer wolken, daar is nog een kleine kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Ook woensdag temperaturen van 19 tot 21 graden, maar in de ochtend kan het nog wel flink mistig zijn. Donderdag zijn er wat meer wolken, rond 20 graden, vrijdag verloopt het vrij zonnig en dan wordt het zelfs 22 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl